Een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn nationaal recht om het niet ten uitvoer leggen om een verdrag te rechtvaardigen. Dit artikel 27 uit het verdrag van Wenen is een van de argumenten geweest om de aangepaste amnestiewet te toetsen. Volgens het Constitutioneel Hof is de gewijzigde amnestiewet van 2012 in strijd met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen die door Suriname zijn geratificeerd. Vandaag vond de openbare zitting plaats van het Constitutioneel Hof, waarbij de gewijzigde amnestiewet van 2012 is getoetst. De uitspraak werd voorgelezen door voorzitter Gloria Steerling. De wijziging van de amnestiewet 1989, die een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de amnestiewet 1989, is gericht op de beëindiging van elke vorm van strafvordering en de uitvoering van een opgelegde straf ten aanzien van de daarin genoemde strafbare feiten die zijn gepleegd in de daarin genoemde periode. Het voorgaande houdt in dat slachtoffers en nabestaanden, alsmede de verdachten van vernoemde misdrijven, hun recht op rechtsbescherming wordt aangetast. Nu zij vanwege de werking van de wijziging van de amnestiewet 1989, zoals verwoord in artikel 3 van vernoemde wet, geen effectief rechtsmiddel meer kunnen aanwenden, althans worden weerhouden daarvan gebruik te maken. Eveneens heeft de staat haar internationale verplichting tot het garanderen van het vrije en volledige genot van deze rechten en vrijheden niet verwezenlijkt, nu zij juist de uitoefening van deze rechten door binnen haar rechtsmacht vallende burgers middels eigen wetgeving heeft beknot. Er zijn ruim 4 bronnen gebruikt om de amnestiewet van 2012 te toetsen. Hieronder vallen ook uitspraken van internationale rechtszaken die over soortgelijke zaken handelen. Uit de vele artikelen die zijn aangehaald, zijn ook de artikelen 8 en 25 van het Amerikaans verdrag inzake mensenrechten ter overweging meegenomen. Dit houdt in dat verdragspartijen die wetten aannemen die in strijd zijn met hun verdragsbepalingen, zoals de gewijzigde amnestiewet, handelen in strijd met de artikelen 8 en 25. Het Hof is van oordeel dat in de voorliggende gevallen het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens meerdere malen heeft geoordeeld dat amnestie verleend aan de daders van misdrijven in strijd is met het recht van de nabestaanden van slachtoffers om door een rechter te worden gehoord, artikel 8 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, en in strijd is met hun recht op rechtsbescherming, artikel 25 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verdragsstaten moeten de uitoefening van die rechten verzekeren, artikel 1 en 2 Amerikaanse Verdrag Rechten van de Mens. En die verzekering kan niet gegeven worden als nou juist amnestie wordt verleend aan de plegers van misdrijven. Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens acht amnestiewetten eveneens duidelijk onverenigbaar, manifestly incompatible, met de doelen en de geest van het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenverdrag.